De vorige keer bij Pixel Gun 3D vertelde Aaron over zijn arachnofobie. Zou hij zijn angst overwinnen? Oké, bomen kapot. Ja, ik weet het, sorry, natuur. Kunnen niet iedereen blij maken, hè? Het is oftewel ik of de natuur en dan kies ik toch mezelf voor. Je moet die prioriteiten stellen in het leven. Oh ja, snel. Ik was nog niet klaar voor de reunie. Hij mist. Pak een keer een kogel op. Stop hem daarna in je. Glock ziet ze daar maar lekker uit. En loop daarna niet tegen een kaulocactus. Ja, ik kan niet richten. Sorry, ik ben niet richter. Ik kan dat niet goed. Oh ja, wat doet die spin? Hij gaat gewoon... Ah! Oké, we did it! Yay! Nu ben ik super gelukkig met mijn leven. Oké, bosje, kom dan. Stoere bosje. Hoe ben ik gehit? Oké, ik heb een nieuw voornemen, kijkertjes. We gaan gewoon rustig blijven. Oké, schiet, kan je niet schieten. Niet te veel, ook niet te weinig. Je hoeft voor mij niet te... Oké, vanaf nu, ook al gaan we dood, we gaan gewoon kalm blijven. Niet meer boos worden. Maar dat je... Hoe ben ik gehit? Gewoon rondjes rond hem draaien, ja. Oh, ik ben er niet klaar voor. Jawel, ik kan. Kom met de boog. Als hij magisch doet, en ik stuur, dan kan ik dat ook. Woe! Schiet dan. Ja! Eindelijk! Dit is een vreugdevol moment. En, oh... Dat lukte goed. Ja! Yes. Do I look pretty in a spacesuit? Nou. Je mocht schieten hoor, maar of dat mij gaat raken, dat is nog een andere vraag. Gaat je erbij? Ah! Dat gaat me raken, dat zag ik. What the fuck? Jee, het lukte. Die pijl wijst niet helemaal naar de juiste plek. Yeah! We gaan vraagteken. Zo zou ik persoonlijk mijn kind niet noemen, maar ja, ik ben niet de maker van Pixel Gun. Kom niet zo dicht! Ah, dank u. Ik apprecieer dat deze draak naar me luistert. Deze draken moeten me echt meer personal space geven hoor, want dit gaat gewoon te ver. Kijk hoe dicht die komen en ze zitten... Oh, wat een stalker, schat op. Ah! Ik zou zeggen, hij zit in mijn nek te hijgen, maar ik zat daar letterlijk in zijn nek te hijgen. Nee, wat? Oké, ik heb een nieuw idee, een supergoed idee zelfs. Op dit huis? Ja? Hop. Ah! Oh, dit lijkt me toch niet zo heel veilig. Ze met z'n allen gaan schieten. Ze mogen schieten, zolang ze niet raken. Wat, hij zit op de boom? Wat een gek. Zelfs moeten we nog de brandweer bellen. Al zo zeker als ik met vuur op hem ga schieten. Ja, met de laatste kogel. Beter hebben we 3 sterren als dit geen 3 sterren is. Fuck! Oké, ik heb tenminste geen damage, maar was het snel genoeg? Alsjeblieft. Dat was wel echt met bloed, zweet en tranen. Nog 1 wereld. Nog maar 1. Oké, we gaan vogels spotten. En wat houdt dat in, vogels spotten? Hier, dat is een vogel gespot. Wat? Wifi-probleem? Ik heb toch geen wifi nodig? Sowieso, doggystyle. Sowieso. Nee, wat doet deze guy? Dienstpak wil alleen maar rug gezien, toch? Ja, pak jij daar maar die generator even. Dan ga ik hier trampolinetje springen. Hij kan niet aan mij... Hij probeert zo hard en het lukt gewoon. Ik heb bijna medelijden. Oké, ik moet even iets bekennen. Ik heb daarnet dit level al gedaan, maar toen was ik vergeten de opname te starten. En ik heb dus een hele goede strategie. Het eerste wat we moeten doen is kogelspotten. Daar zie ik al 3 kogeltjes. Let's go. We gaan gewoon kogelspotten tot we max kogels hebben. Het maximum aantal kogels dat een mens kan bezitten. Oké, we hebben nu dus max kogels en nu gaan we zelfmoord plegen. Oké, en nu gaan we dit doen. Ja, jullie kunnen proberen aan mij te komen, maar het gaat niet lukken. Fight. Wat? Oh, ik zat te bluffen dus. Fuck! Dat was redelijk eng. Die zagen er niet zo blij uit, maar dan is dat maar zo. Dat is niet mijn probleem. Dit is mijn probleem. Oh, de bos. Nee. Wat een wifi-probleem. Ik heb toch geen wifi nodig? Jammer. Nee, ik heb wifi nodig. Ah, nog eentje die verstoppertje speelt. Die boom zat hier helemaal zo eenzaam. Oh, dutske toch. Ja. Ja. Ik ben onmenselijk gelukkig. Dat level.
was zo erg. Nou. Ik werd er mentaal ongezond van. Oh nee, dit is het level met die ene hacker. Wat als we hier gewoon op gaan staan? Dit werkt gewoon, ze schieten niet eens. Oh, laat maar ze schieten. Ah. Oh nee. Oh. Kouwelomuur. Oké, als we gewoon dit blijven doen, dan moet het goed lukken. Niet als ik blijf missen. Oh mijn god. Maybe this one will register. Maybe this one will hit him. Wat? Wow. Ik doodde ze gewoon allebei tegelijk. Ik heb er weer twee in eens. Twee vliegen in één klap noemen we dat. Oké, ik ben het beu om te verliezen. Zal deze gabbers eens tonen wat het tegengestelde is van leven? Wat? Wat? Ik sta er echt een kilomijler vanaf. Oh, het lukte. Let's go. Oh ja, dit level is een parcours. Volgens mij moet je gewoon snel zijn om 3 sterren te halen in dit level. Oh, de shortcut. Nee, dikzak. Volgens mij moeten we voor dit level te halen gewoon oefening paardkunst, zegt mijn mama altijd. En mijn mama is een slim persoon. Maar oh, die monsters hier zijn zo irritant. Waarom zijn die? Ja, anders moeten we onze pixel gun waarschijnlijk niet gebruiken en dan zou het niet meer pixel gun zijn. Misschien was het dat wel. Ik heb het gewoon. Oké, we zijn nu terug in dit level. En dit gaat niet makkelijk zijn. Ze hebben hier guys met vlammenwerpers, guys met geweren, guys met groen. Maar ik weet een manier om vals te spelen. Eerst moeten we wat kogeltjes vinden. Oké, dus de valsspeeltactiek is een beetje vreemd. En hij is ook niet perfect. We gaan hier staan op de trapleun. Dan schieten we op de ultragroene guys. Want kijk, die gaan terugschieten. En dat hebben wij niet graag. Kijk, die guy die staat daar allemaal te schieten. Maar dat doet helemaal niks. Dat is gewoon een speelgoedgewerk zoals hij heeft. En dat beseft hij niet. Je moet de hele tijd links, rechts, links. Net als oversteken. Wat? Als het goed is, kan ik gewoon hier staan. En gaat hij niet naar mij toe komen nu. Ja. Fuck yeah. Nog 1 level. Of wacht. Volgens mij ben ik nog iets vergeten. We gaan de hele game uitspelen. Alle sterren op hard. En alle diamonds en coins pakken. Oh. Alle coins en gems, dat zullen we ook dan maar doen. Hè. Maar we hebben een klein probleempje. Ik heb de meeste coins en gems al gevonden. Ik heb misschien op YouTube gekeken waar deze gem was. Het staat gewoon hier om de hoek. Oké, en nu kunnen we leave it. Oké, kinders, we hebben alle gems en coins, behalve 1. En de ene coin is in het laatste level. We moeten nog 1 coin, 1 ster... Dit kan niet moeilijk zijn. Oké, ik zie de coin al. Laten we die meteen pakken. Laat me even met rust alsjeblieft. Het ziet er ook uit alsof er niet echt een manier is om vals te spelen, dit level. Wat? Ik ben al geraakt! Oké, wacht. Wat als we hier gewoon op staan? No way dat dit werkt. En de vraag is, gaat de boss op mij schieten? Yes! Oh. Oké, kinders, ik heb een plan. We gaan hier staan totdat de boss komt. Ja, oké, dat is niet echt een ingewikkeld plan of zo. Man. Ik ben trots dat ik het heb bedacht. Oké, rustig blijven, alsjeblieft. Rustig blijven. Hou je rustig, rustig, rustig. Nee! Oh, ik weet wat we moeten doen. Oké, kinders, ik heb een idee. Jullie weten wel hoe die guy zo allemaal van die stoere bommetjes naast me. Wat als we dat tegen hem gebruiken? Hij komt wel erg dichtbij. We moeten testen of het werkt. Oh mijn god, ik heb ineens een supergoed idee. Eerst zal ik al deze guys doden en dan toon ik het jullie. Oké, dit is dus het idee. Wandelen is de verleden tijd. Nee. Gewoon schieten. Hij kan me niet raken zo. No way!
Oh my god. Oh my god. Ik heb het. No way. Er is niet eens een 3 waard. Ja. Ja. We hebben veel geschreeuwd, we hebben veel angst gehad, we hebben veel mopjes gemaakt over ninja. Ik werd erop agressief, ik ben juist ninja. The fuck you say to me, you little shit! Dan report ik deze speler voor stream sniping. Stream sniping. Ja, ik weet niet waarom ik in die video zoveel over ninja praat, maar we hebben toch Pixel Gun uitgespeeld met 3 sterren in elk level. En we hebben alle coins en gems. Hier zien we alles mooi. Op een rijtje. Dit verdient wel een like, kinders. Het is eindelijk voorbij.